ging goed, hè? Ja. Een paar woordhaspeltjes helemaal op het einde. Mm. En voor de rest, de flow van de première zat er helemaal in, denk ik. Ja, super blij dat de kop eraf is. Nu kunnen we echt beginnen genieten. Het was wel heel spannend. Ja, het is spannend, hè. Het was de eerste keer dat we hebben een try-out gehad gisteren, waar dat er 100 mensen in die tribune zaten. En plots zit er 1000 man, zit die tribune bomvol. En dat is toch wel even spannend, moet ik zeggen. Ja, dat voelt heel anders, hè? Ja, dat voelt echt anders om te spelen. Want je krijgt veel meer reactie dat je ervoor nog niet gehad hebt. De moeilijkheden. Ik kan er al eentje, is al van mijn gezicht af te lezen. Het is warm buiten en de kostuums zijn nogal winters. Dus niet ideaal. Daarnaast hebben de Twins hier een hele hoop extra dingen moeten hangen om toch maar bereik te hebben met al dat metaal dat hier staat, met die containers. De keien op de grond. Ja. Niet het losse zand, maar de keien op de grond. Ja, de vloer is bezaaid met keien. Dat is inderdaad voor choreo, voor spel, dat is echt een uitdaging. Helemaal in het begin, als we begonnen met alle dansen te stagen hier op de stenen, dan is dat toch een kleine aanpassing die je moet maken. Maar doe dat graag natuurlijk, hè, want je voelt dat heel de decor je volledig en de mensen volledig meeneemt in het verhaal. Voor de rest is het een cadeau. Hè. Voor de rest is heel deze site echt een cadeau. Hè. Die containers hierin plaatsen. En voor de rest is de locatie al decor op zich. Wat er ook voor zorgde hè, dat we met die brommers, met die buggies, dat we al die special effects, al die konden waarmaken. Wat dat voor het publiek toch ook weer die spektakelwaarde een beetje geeft. Dus, het is vooral een hele schone cadeau om hier op SVK te mogen spelen. We zitten hier al heel de maand augustus te repeteren. Heel die groep is closer geworden, is naar elkaar toegegroeid. Nu die voorstellingen. Ik denk dat iedereen moe maar voldaan. Zal dat het einde zijn? Ja, maar ik denk ook wel dat het bekende zwarte gat wel heel aanwezig zal zijn. Het helpt dat het een korte periode is. Dat we niet te gehecht raken aan het project. Maar het is wel zo fijn. Ja. Het is sowieso altijd even een zwart gat. Ja. Mm-hmm.